Alright. Mijn goede Nederlandse vriend. Hallo. Een volgende stelling. Ja. Jeugd, kinderen, zelfs volwassenen, vegen nogal eens snel hun botten aan dingen in de cloud te plaatsen of op internet te posten of zo. Een bot. Bot. We halen het vlees van hun lijf en dan vegen ze hun bot aan hun data. Bot. Botten. Botten. Boten. Nee, niet bot. Botten. Dingen om aan te doen die dat je veegt aan de botten. Nee, dat is de botten. Dus ze vegen hun botten eraan. Ze zijn er niet al te serieus mee om zomaar bedachtzaam te zijn over dingen te plaatsen op internet. Ja, in Nederland zeggen we dan botten bij ons tegen iets anders. Maar wel toepasselijk. Want als je je botten veegt aan data in het Vlaams dan, kan het je wel een rit uit je lijf zetten. Dat is de goeie. Dat is de, ja, absoluut. En niet alleen het financiële, maar beeld jezelf ook in. Voor in het twee moet je een bot doen op je eigen data. Dat ook niet. Maar dingen doen, zomaar op internet plaatsen. Nederlands, ja, mag je niet doen. Altijd door andere mensen heen. Dat is best wel bot. Absoluut, dat is enorm bot. Jesus, kut.